kort haar. Maar jawel, de zomervakantie is helaas weer bijna voorbij. Hey allemaal, leuk kunnen we kijken naar deze nieuwe video. Voordat we aan deze video beginnen, ik heb terug kort haar, maar daar gaat deze video helemaal niet over. Want jawel, de zomervakantie is helaas weer bijna voorbij en het nieuwe schooljaar gaat weer beginnen. Dus laat maar snel beginnen en heel veel kijkplezier! Als eerste gebruik ik een concealer van Tarte. Ik doe het alleen onder mijn ogen, want ja, ik vind niet dat je voor school heel veel concealer nodig hebt. En daarna blend ik het gewoon uit met een kwastje. Nu ga ik poeder aanbrengen van Rimmel. En ik breng de poeder alleen aan waar ik concealer heb aangebracht. Nu ga ik blush aanbrengen van Essence en hier mag je niet te veel van gebruiken, want anders wordt het roze. En nadien ga ik nog een beetje uitblenden, zodat het niet te heftig wordt. Nu ga ik oogschaduw aanbrengen van Tarte Lip in de Bloom. Alleen ik kan de naam niet zo heel goed uitspreken van de oogschaduw. Dus ik ga gewoon aanwijzen welke oogschaduws ik ga gebruiken. Als ik alle oogschaduws heb aangebracht, dan ga ik het nadien heel mooi in model inblenden met een andere kwast. Nu ga ik wimpernagel aanbrengen van Essence. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe aan mijn wenkbrauwen. Nu ga ik mascara aanbrengen van Rituals. Als laatste snoep ik nog een lippenbalsem op, want een lipstick vind ik iets te overdreven voor school. Dus vandaar doe ik alleen een lippenbalsem op. Dit is dan mijn Back to School make-up look in het jaar 2020. Als ik geen video meer ga posten in de zomervakantie, ik wens jullie allemaal heel veel succes in het schooljaar en jullie kunnen het. Gewoon jullie best doen. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie het dat vonden, doe dan even een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Dag!